Ho, 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 het is Kerstboos hier. Ja, het is geen kerstman. Nee. Kerstboos met de mooie muts met de belletje. Nee, we doen vandaag natuurlijk weer een leuke kerstspecial. En nou ja, hoe kan je dat anders doen dan met natuurlijk de kerstskins in Brawl Stars. En dat is precies wat we gaan doen. Ik heb nog die skins die ik moet kopen. Ho, 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 bo. Had ik laatst al een video over gemaakt. Echt een leuke skin. Maar vandaag gaan we pakjes bezorgen Jackie kopen. We gaan Slee Griff kopen. En we gaan Stampface Spike kopen. Dat zijn in totaal 3 skins, waardoor ik in totaal echt 270 edelstenen kwijt ben. Dus al met al best wel duur. Maar in ieder geval, met die skins gaan we dan duels doen. Dus ik ga gewoon duels doen met alleen maar kerstskins. En dan ga ik kijken of ik dan iedereen kapot kan maken met mijn kerstskins. Zou leuk zijn. En elk potje die we winnen is 1 megadoos waard. We hebben hier 4 megadoos aanbieding. Dus ik probeer dan in totaal 4 potjes te winnen. En dan mogen we die aanbieding kopen. En we hebben ook nog een extra aanbieding. Die El Primo. Dus ik weet het goed gemaakt. Ik mag 10 potjes maximaal spelen. Daarvan moet ik de helft winnen, want dan mag ik 4 megadozen open en dan mag ik die El Primo skin kopen. Dus 5 potjes winnen van de 10 en dan mag ik dat halen. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Maar ja, het is natuurlijk wel redelijk niveau waar ik op speel. 800 trofeeën, dus het zijn geen slechte tegenstanders waar ik tegen moet. Maar hopelijk is het voldoende en gaan we wel winnen. Maar als jullie zin hebben in deze video, doe dat duimpje omhoog. 3000 likes op deze kerstdag. Zou nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je me willen sporten, gebruik de code Bouws als je zelf ook een skin of iets anders koopt in Brawl Stars. En check Bouws.nl voor je Bouws Army kleding. Maar laten we nu maar gewoon lekker gaan beginnen. En dan ga ik gewoon de skins kopen. Ja, nee, daarmee moeten we gaan beginnen. Ik vind ze echt allemaal nice. Vooral die Spike skin vind ik heel erg nice. Omdat hij helemaal niet zo heel duur is. Hij ziet er super leuk uit. En hij is maar 49 edelstenen. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met die Griff skin. Dat scheelt nog wel redelijk wat hoor. Maar overigens, een Spike is trouwens ook wel heel erg nice. Want die Griff skin, die kost gewoon 3 keer zoveel. En het is nou niet dat ik die Griff skin heel veel vetter vind. Sterker nog, om eerlijk te zijn, vind ik deze Spike skin vetter dan de Griff skin. En die Griff skin kost gewoon 3 keer zoveel. Maar hey, we gaan hem wel kopen natuurlijk voor deze kerstvideo. Dus een Slee Griff is ook gekocht. En ik zal pakjes bezorgen Jackie ook meteen gaan kopen. Ook een leuke skin. En die kost al ook de helft minder ongeveer dan die Slee Griff. En die Slee Griff is echt duur. Oh, en we krijgen nu ook nog voor alle skins die ik heb gekocht een reactie. Dus dat is ook leuk. Omdat we nu alle skins hebben, krijg je dan voor elke knokker ook nog een reactie erbij. Ook leuk meegenomen natuurlijk. Dus dat is ook echt nice. Dan zal ik even Jackie gaan selecteren, de nieuwe skin. En dan zal ik ook meteen eventjes die reactie gaan doen. Ik wil hier deze. Ja, die wil ik doen. En ja, dan doen we het zo. En dan doen we nog een boot. Nee. Dit is wel leuk. Deze, en dan ga ik voor elke skin ga ik even die speciale kerstemoji selecteren. En trouwens, wat wel een voordeel is, Griff had nog geen skin. Dus dit is de eerste skin voor Griff. Dus in dat opzicht is het wel nice. Ja, dit is prima voor Griff. En dan moeten we natuurlijk ook nog voor de andere knokker eentje gaan selecteren. Namelijk Spike. En dan kunnen we hier deze doen. Ja, dan doen we het op die manier. Let's go. Oké, alles is geselecteerd. Dan gaan we nu even spelen en iedereen kapot maken. Getje Serka. Oh, dat is wel prima. Let's go. Eens kijken of we even iedereen kunnen slopen. Dat zou wel mooi zijn. Oeh, Piper. Dat is wel lastig. Maar ja, misschien dat we ook wel kunnen winnen. Piper, als die 1 hit heeft gedaan, dan kan hij vervolgens een gadget inzetten. En dan heb je wel een probleem. Maar ik vind deze echt heel erg nice, deze skin. Oké, moet even hier gewoon op afstand blijven. Zorgen dat ik gewoon langzaam rad hits doe. Dat is voor mij even belangrijk. En ik doe natuurlijk wel damage in die bosjes daar zo. Ik heb die Piper ondertussen al een paar keer geraakt. Dus ik denk dat hij niet heel veel levens meer heeft. Maar ik kan niet helemaal zien waar die Piper loopt nu. Ja, daar. En nice. Let's go. Spike op 1. Oh, ik heb trouwens de verkeerde gadget geselecteerd voor Spike. Die moet ik zo meteen nog wel even veranderen. Oké, ik blijf gewoon weer op afstand en ik doe gewoon irritant. En ik probeer gewoon de hele tijd met mijn spijkers gewoon even een hit te doen. Kijk, zolang die niet in de buurt komt met Leon is dat helemaal prima. En als ik gewoon af en toe een hit doe, dan is dat helemaal lekker. Dan is dat helemaal lekker. En die Leon... Oké, hij zet nu zijn kloon in. Die achterste is Leon, dus daar moet ik me op focussen. En we kunnen nu misschien hits doen. Oké, ik moet even oppassen. Ik kan hier trouwens even mijn super gooien. Gaat dat goed? Dit gaat bijna goed. Come on! Ja, nice! Spike OP! Jongen, ik maak iedereen kapot met mijn kerstskins. En met mijn kerstmuts natuurlijk. Dan hebben we alleen nog een guild tegen ons.
gunst. Ja, die kunnen we ook wel natuurlijk wel hebben. Want ik heb natuurlijk grotere range. En daar moet je even gebruik van maken. Als jij zo'n knokker bent zoals Spike, dan moet je gewoon zorgen dat je de range die je hebt gebruikt. En zorgen dat je op afstand blijft. Maar dat is het nadeel. Op het moment dat de map kleiner wordt, dan heb je wel een probleem. Want dan kan je natuurlijk die afstand niet bewaken. Nee, en dan wordt het gevaarlijk. Zoals nu. Kijk, nu krijg ik gif achter mij. En nu heb ik een probleem. Ja, nu ga ik dit niet meer winnen. Dat kan haast niet. Nee, inderdaad. Oké, maar ik heb nog Jackie. Ik heb nog gif. Ik hoop dat het goed gaat komen. En ik heb mijn 3 gadgets nog. Dat is wel een voordeel. Dus ik hoop dat ik daarmee in de buurt van Gil kan komen. Alleen denk ik dat Jackie niet de geschikte knokker is. Nee, dit gaat sowieso. Misschien alsnog. Nee. Ja. Oh, wegwezen. Oké, hier even op het muurtje staan. Oké, dit gaat heel erg spannend worden. Ik heb een idee dat dit niet meer goed gaat komen. Maar je weet het niet. Never give up. Altijd door blijven strijden. Nee, Jackie is echt niet de goede knokker hier. Helemaal niet tegen Gil. Misschien dat Jackie wel kan werken. Ik kan me super nog inzetten. Dat had ik beter niet kunnen doen, want nu heb ik geen super met gif. Maar gif heb ik nog wel kans. Maar ik moet die Gil uitschakelen. No, dit moeten we nog winnen. Oké, dit is echt shit. Spike is heel erg goed, maar Jackie is echt slecht in deze map. Oké, en ik denk dat dit heel moeilijk gaat worden. Aangezien ik ook mijn super niet heb en mijn Gil wel zijn super heeft. Dus dat is echt heel erg shit. En ik nog steeds geen hit heb gedaan. Kom op, Gil. Gun me even een paar hits. He. Eindelijk een paar hits. Eindelijk. Oké, hij had 1 klein hitje gedaan op mij. Dat is niet erg. Oké, nice. Nu kan ik even doorpushen. En ik moet nu weer even zorgen dat ik mijn super krijg. Dan kan ik misschien wat. En nice. Dat scheelde helemaal niks. Maar ik heb gewonnen. Eerste potje is gelukt. En dat is nice. Dus we hebben nu 1 win. Dat zal ik even opschrijven. We hebben 0 losses en 1 win. Ik zal het even bijhouden. En ik ga eerst even zorgen dat we 4 overwinningen hebben gehad. Dan mag ik die megadoos openen. Maar ik doe trouwens even andere gadget voor Spike. Dat is wel even chill. Dus nu is alles goed. En dan gaan we lekker doorspelen. Let's go. Door met de cashkids en door met iedereen kapot maken. Ik kan trouwens zo meteen ook even kijken hoe goed iedereen was. Maar Nani is zo ontiegelijk goed in deze map. Dat is niet normaal. Nani is echt ver weg de beste knokker. 100%. Ik ga gewoon weer irritant doen met Spike. En daar is Piper. Oh shit. Oké, nu moet ik uitkijken. Kijk, dat is het chillen met die gadget van Spike. Anders was ik daar dood geweest. Oké, we moeten even weer hier hits doen. Zorgen dat ik even afstand. En oh, anders was ik daar weer dood geweest. Oké, die Piper heeft dus nu ook wat gadgets verspild. Dus dat is op zich wel lekker. Even hier hits. Hits. En oh nee. Oh shit. Oké, ja, ik had nog een gadget. Maar ik wou eigenlijk ook een gadget bewaren voor Jackie. Oké, nu moet ik gewoon richting die Piper rennen. En proberen de schoten te ontwijken en in de buurt te komen. Dat is het hele eierreetje. Oké, even zorgen dat ik die schoten ontwijk. En dan nu een gadget erbij. En zorgen dat ik achter die Piper aan blijf gaan. Oké, nice. Kijk, met Jackie kan je Pipers en bijvoorbeeld dat soort afstandskrokkers wel krijgen op deze manier. Maar bijvoorbeeld een Nani is eigenlijk weer net te sterk. Dus dat is shit. Oh. Wat gaat die Nani doen? Kom dan, Nani. Ik sloop je. Oké, hier. Boppa. Nani, gesloopt met Jackie. Oké, misschien dat Jackie toch nog wel een beetje goede knokker kan zijn. Oké, we hebben alleen nog een Leon tegen ons. Oh, no. Oh, we hebben hem. Boom. De Cashkids OP. Lekker hoor. Je had zijn Piper trouwens vet laag. Hij had zijn andere knokkers ook, maar die Piper had hij echt vet laag. Maar even kijken. 31.000 en... Oh, 13.000. Hij heeft wel een paar oogknokkers. Hij heeft die Leon trouwens level 11. Daar had ik helemaal niet op gelet. Maar zijn Piper had hij weer vet laag. Een beetje onnodig als je het mij vraagt. Maar 2 keer gewonnen, 0 keer verloren. Dus dit gaat de goede kant op. Ik blijf gewoon lekker doorspelen met deze comp. Want tot nu toe gaat het helemaal perfect. Nou, we zijn nu bezig met het volgende potje. Ik heb Piper en Spike al uitgeschakeld met alleen mijn Spike. Dan hebben we alleen nog een Mortis tegen ons. Dus dat is op zich al nice. Dus die kunnen we wel makkelijk hebben. Hij ging gewoon een auto attacken op mijn gadget. Dus dat is nice. Dan hebben we dit potje ook weer vrij makkelijk gewonnen. Easy game.
We hebben nu 3 potjes gewonnen. Nog helemaal niks verloren. Ik zal het trouwens even laten zien. Ah ja, jullie zien het hier ook. Ja, een easy game. Deze was ook niet extreem goed. Ja, dat was ook wel te merken. Nou, we gaan gewoon lekker door. We blijven gewoon lekker doorstrijden. En bij de volgende win mag ik al die aanbieding kopen met 4 megadozen. Dus dan hebben we gewoon 4 potjes achter elkaar gewonnen. Nani Spike Piper. Oeh, dat is echt een ziek team. Nani is, ja, dat had ik al gezegd, is echt enorm goed. Helemaal tegen een Spike bijvoorbeeld. Het kan heel gevaarlijk zijn. Als hij 1 volledige hit heeft, dan heeft hij zo'n Spike al bijna dood. Als hij zeg maar de 3 puntjes tegelijkertijd raakt. Oké, nu kan ik een paar hits doen. Ja, dat is lekker. En dan kunnen we misschien doorpushen. En dit is helemaal lekker. Oké, nu moet ik trouwens mijn gadget hier neerzetten. En... oh, nee! Oh, shit! Oh, dat had hij goed gedaan. Oké, shit. Oké, ik ben nu dood. No, ik had het bijna. Ik had niet verwacht dat hij zijn gadget daar zou inzetten. Oké, nu hebben we misschien een probleem. Maar misschien ook weer niet. Ik moet even zorgen dat hij hier gaat missen. Misschien dat ik nu kan hem killen. Ah, nee, had hij weer zijn gadget ingezet. Oké, ik moet met gif nog 3 knokkers killen. Ah, dat gaat never nooit lukken. Het zou wel trouwens ziekbaas zijn als het wel gaat lukken. Maar met gif moet ik naar pushen naar dichtbij. Oh, oké, shit. Want Nani, Spike en Piper zijn allemaal afstandknokkers. En gif ook wel een beetje. Maar die heeft niet zoveel afstand als wat die andere knokkers natuurlijk hebben. Oké, oh, hij maakt het muurtje gewoon kapot. Nou, hij hit de hele tijd goed. Dat is heel irritant. Dat is heel irritant. Oké, misschien dat ik... ik moet even levens erbij krijgen. En dan ga ik aanvallen. Ah, no. Oké, dit gaat niet goed. Oké, misschien nog wel. Nee, 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 nee. Oh, ik heb hem. Oh, lol. Hij zette ze super in, maar hij kwam ze niet van ze super af. Lol, dat kunnen we nog steeds winnen. Dit zou echt de ziekste win ooit zijn. Oké, we moeten wel even die schoten van Spike zien te ontwijken. Misschien dat het nu gaat lukken. Oh, no, 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 no. Ah, shit. Oké, nee, oké. We hebben een los potje. Nou, dat mocht ook wel naar zoveel winst. Oh man, oké. Dit was ook wel echt een goed team waar ik tegen moest. Hij had echt de perfecte knokkers voor deze map gewoon. En hij had ook wel redelijk wat trofeeën. Oké, ik blijf doorstrijden en ik zie jullie wel op het moment dat we weer een potje hebben gewonnen. Oké, we zijn nu bezig met het volgende potje. Nani en Belle uitgeschakeld met mijn Spike. Ja, Spike is ook echt bizar goed. Alleen ik moet nu even uitkijken hier zo. Ik wil eigenlijk zo meteen mijn gadget neerzetten. En dan kan ik misschien daar een beetje achter schuilen. Ja, en eventueel mijn super erbij. En oké, dit is op zich prima. Nou, nee, net niet goed. Oké, maar ik heb een Jackie en een Griff. Die zijn allebei op zich wel redelijk tegen een bus. Dus misschien dat het toch nog goed kan gaan komen. Dat zou mooi zijn. Ik zal hier even mijn gadget aanzetten. En dan gewoon hits. En oh, nice. Hij probeerde weg te komen. Maar dat is niet slim. Jackie is echt goed tegen dit soort knokkers. Top, dan hebben we nu 4 potjes gewonnen in 5 potjes tijd. En dan hebben we zo meteen nog 1 win nodig. En dan mag ik die extra aanbieding ook kopen. En dan kunnen we dus El Primo upgraden naar maximaal level. Oh ja, maar nu gaan we die 4 megadozen kopen. De volgende 5e win. Dan gaan we die El Primo coins kopen. En dan heb ik El Primo maximaal level. Dat is echt niet normaal, chill. Maar eerst de megadozen. Dan ben ik benieuwd wat voor dingen ik ga krijgen. Ik krijg schade 1 keer, dus dat is nice. En ik hoop ook dat ik Grom ga krijgen, zodat ik Grom wat kan upgraden. En Piper kan ik ook bijna upgraden. Dus dat is ook nice. En we krijgen 70 keer El Primo. Volgende, we krijgen 1 keer weerstand. Ook prima. Spike, Dynamite, El Primo alweer. Terwijl dat ik zo meteen die coins wil kopen. Of met coins, zeg maar, El Primo krachtpunten wil kopen. Is eigenlijk een beetje overbodig. We krijgen 12 keer Grom. Pam, Rico en Jackie nog 50 keer. Ja, Jackie is ook echt een goede knokker hoor. Gezondheid krijgen we nog 20 keer Grombeer, Buzz, Squeak, Amber, Bull en dat was hem. Oké, geen knokker die we daarmee kunnen upgraden. Maar ik moet in ieder geval iets minder coins betalen nu om zeg maar die punten te kopen voor El Primo. Of krijg ik dan zo meteen weer wat coins terug? Ik denk dat dat het geval is. Maar we moeten nog 1 keer winnen en dan mag ik die kopen. Dus we gaan eventjes strijden en eens kijken of dat gaat lukken met mijn mooie cash skins. Wat voor team heb ik tegen me? Mortis, Colt, Nani. Ik denk dat ik dit wel moet kunnen winnen. Maar ik zie jullie als we zo meteen wat verder zijn in het potje. Oké, ik weet niet of dit nog goed gaat komen. Ik heb alleen Griff. Hij heeft nog een Colt. En daarna ook nog een... oh,
Die Cole doet hier wel echt heel erg goed. Oké, deze heb ik nog wel gewonnen. Oké, dan is het nu Nani tegen Griff. Maar oh, Nani is echt veel te goed. Oei, 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 oei. Maar hij heeft volgens mij geen gadgets meer. Dus dat scheelt enigszins wel. Maar ik moet in de buurt komen van zijn Nani. Anders kan ik namelijk niet zoveel. Oh, shit. Oh, hij mist het. Hij mist al zijn shots. Dus dat is nice. En dan kan ik hier misschien weer een paar shots raken. Ja, en dan heb ik hem bijna. Ik heb hem bijna. Hij heeft geen één shot geraakt. 3 AP. Oh, nee, nee, nee. Ik mis ook net mijn shot. Maar, oh, no, 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 no. Dit mag toch niet gebeuren. Oké, gelukkig. We hebben deze ronde ook gewonnen. Easy game. Jongen, we winnen alles met mijn kerstkins. Dit is, oh, ik vind Duel zo'n zieke game, hoor. Het blijft heel erg nice. En dan kan ik Griff misschien binnenkort wel gaan pushen door naar de 800 trofeeën. Want dat is zeker de mogelijkheid. Maar we gaan wel even El Primo upgraden. Want dan heb ik El Primo mooi maximaal level. Dat is wel heel chill. En als het goed is, krijgen we inderdaad nu ook weer coins terug. Dus we hebben mooi wat coins teruggekregen. Omdat ik nu natuurlijk het maximaal aantal had van El Primo. El Primo, die staat hier zo. Boom! Jongen! Dit is echt ziek nice. Level 11. Kracht level 11 El Primo. Ik ga ook gears upgraden. En dan ga ik kijken of ik misschien El Primo binnenkort een keertje naar rank level 30 kan pushen. We doen wel schild. Dat is lekker. Dan heb je mooi wat extra levens. En ik doe snelheid met El Primo. Dat we extra snel door bosjes lopen. Dan upgraden we die ook even door. Dus dan heb ik El Primo nu maximaal level. Ik moet trouwens wel even die beide selecteren. Top, dan is dat geselecteerd. En dan gaan we binnenkort een keer El Primo pushen. Maar wat een video was dit. De kerstkids zijn OP. Maar dat was dit. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij een groot plezier mee. En dan check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.